als jij in het horizontale net zit, en dat werkt dus niet bij diagonaal of bij verticaal, maar wel bij een horizontaal net, meestal. Als je daar op de balk ligt, of onder eigenlijk hangt, en je moet erop draaien, dus je ligt dan met je ellebogen erop, dan kan je net even je been er doorheen steken, waardoor je met je been ook jezelf als hefboom omhoog krijgt. En met je onderarmen en met je benen doorheen en jezelf een soort van op trekken eigenlijk, is het misschien net wat makkelijker. Oké, ik lig er nu dus op en zodra ik mijn voet door het net heen kan trekken, kan ik mezelf ook opduwen met mijn been. Ja, hij kan niet altijd uitgevoerd worden, want als het net wat slapper is, echt in een boogje hangt, dan kom je met je been er moeilijker in. Dus dan ben je eigenlijk al zo ver dat je het laatste stukje eigenlijk ook nog met je armen kan doen, voordat je je been erin hebt. Maar hangt hij er strak, of misschien een heel klein beetje naar boven, dan kan je het nog gebruiken. Nou, misschien heb je hier wat aan, misschien ook niet. Dus net zoals de rest, kijk maar eventjes of het bij jou past. Veel succes en tot de volgende keer.